Goedemorgen. Ah, mijn boek staat daar. Ja, die is zo mooi. Aangenaam. Aangenaam. Ik ben in Dille en Camille, want ik heb een afspraak met Ruud. Dille en Camille gaan mij helpen met het studioverhaal. Dus ik mag hier wat spullen komen halen. En Ruud komt even aan tegen. Ik denk dat daar Ruud is. Ruud, we gaan stoppen. Dag Ruud. Hallo, aangenaam. Hoi. We gaan zo een tour doen, dus dat gaat even een montage zijn op muziek. We zullen starten. Oh, die vind ik cool, maar dat is misschien iets te dagelijks gekost. Dan gaat Jeroen wat kwaad zijn. Willen we niet? Nee. Sorry, Jeroen. Maar ja, als je van eten houdt en alles wat voeding is, dan is het paradijs en je wilt alles kopen. Dus pak misschien een budget mee voor één keer dat je niet ineens 15.000 euro uitgeeft. Het tofste wat er is, zo kookwinkels. Wij willen bij Dille en Camille eigenlijk een rustpunt zijn in de drukte dat het leven van alle dag al is. En dat uitzicht zowel in orde, netheid, natuurlijke eenvoud, geen schreeuwerige prins en klassieke muziek, uiteraard. Okay. Als je een beetje tot rust wilt komen in Leuven, in Antwerpen, waar is er nog allemaal? Gent, Brussel, twee Turnhout. Overal in België, komt daar even naar Dille en Camille, even tot rust komen. Dus hoe werkt dat? De mensen mogen gewoon alles vragen? Ja, het is meestal per gewicht, dus van ofwel 25 gram, 50 gram of 100 gram. Alright. En bij enkele is het vanaf 10 gram. Oké. Dus als je bijvoorbeeld een recept ziet met specifieke kruiden dat je niet in huis hebt, hier kun je zowel in kleine hoeveelheden als in grote hoeveelheden kopen. En je ziet, er is heel veel keuze. Wat gaan we pakken? Dus bijvoorbeeld een specerijenmengeling, daar zit geen zout aan toegevoegd. Ah ja, dus het is enkel het kruid? Het zijn enkel de specerijen. En dit kun je bijkruiden naar smaak. Ah ja, oké, cool. Kruiden, dat zijn ze. Nu gaan we naar de Ruud. Waar gaan we naartoe? Naar de... Wil je nog naar het porselein en het aardewerk? Of heb je dat gehad? Ja, we gaan daar naartoe. En ik ga ook zo'n bad boy meepakken. Zo'n gietijzeren. Een gietijzeren braadpan. Oh, die is wel super cute. Ja. Ja, die had mij niet klaar. Het is wel 6000 kilo zwaar, maar nice. En ze hebben hier ook een uitzonderlijk goed boekenassortiment. Vooral dit. Ruud is fan van de mediterrane keuken en zegt dat ik dit niet mag missen. Dus die tomatensaus in flesjes, dat is echt de puur tomaat, zoals op de Zuid-Italiaanse markt dat je vindt. We hebben daar drie soorten in. Hè. We hebben dus basilicum, al basilico, al peperoncino en alla salentina. De salentina is een beetje mijn favoriet. Daar zit gerijpte ricotta in, wat de saus eigenlijk een romige textuur geeft en ook een lichte zoetziltigheid. Oh, en dat geeft wat diepte, zo, die zoet. Ik ben mij gewoon aan het geven. Waarschijnlijk iets duurder dan de tomatenblikjes dat je kent, maar... Ja, ik vind het zijn geld waard. Want hoeveel is het voor zo'n 1, 2 euro of zo? Nee, 4 euro. Oeftie! 95. Oké. Okay. Het is duur, maar het is zoals mij alles. Hè. Als het meestal duurder is, zal er wel een reden voor zijn. Heerlijk hoor. Ik denk mijn favoriet. En nu? Je hebt nu ben ik benieuwd. Die ruikt ongelooflijk goed. Zelfs zo'n beetje naar de buitenste laag van Parmezaanse kaas die zo wat heeft gelegen. Zo. Ja. Kijk. Ja. Je kunt beginnen, Sam. Top. Dikke merci voor de rondleiding, voor de leuke voormiddag. En doe nog de groet aan al die lieve collega's. Heel veel plezier nog. Dank je wel. Veel succes. Ja, dikke merci. Hè. Graag gedaan. Salut.